Ik zit hier met iemand die mij heel erg inspireert op het gebied van cabaret, namelijk actrice, cabaretière, euh, voorvechtster van cultuur in crisistijd, Sanne Wallis de Vries. Sanne, hoe is het? Uh, nou, um, het gaat wel goed. Uh, ik ben gezond. We gaan het hebben over, uh, over je carrière en over allerlei dingen die ik van je wil weten. En dat doen we aan de hand van verschillende fragmenten. Dit is in de kop van een serie waarin cabaretiers van het en Vader Radioprogramma Spijker en Koppen in gesprek gaan met hun grote inspiratiebron uit de cabaretwereld. Nou, de, wilde ik het eens hebben over iets wat wat daar nou ja, te, totaal tegenover staat, maar mm -hmm. misschien wel helemaal niet, namelijk het spelen van. Typetjes. Nou, het, het was bijzonder boeiend. Ik denk alleen dat het al een enorme takkenklus wordt. Ja, vertel mij wat. Als het een eitje was geweest, dan had ik het al lang aan Willem-Alexander overgedragen. Maar ik dacht, met uw ervaring, ik ga toch even bij u langs voor een paar tips en tricks. Tips, daar doe ik niet aan. En tricks, die hebben jullie eigenhandig uit de formatie gekijkt. Dus, goedemiddag. Majesteit, bent u nou... bent u nou zelf uw japon voor printjes aan het maken? Ja, natuurlijk. Ik heb geen fluit te doen. Hetzelfde tuig, wat jou volgende week uitzwaait, heeft mij gedegradeerd tot een lintjesknippende, koekhappende folklore. <tog> Leuk om dit te zien. Ja, ik wilde net vragen: heb je dit, zie je dit soort dingen nog wel eens? Nee. Nou ja, ik nee. Ik ga niet naar mezelf zitten terugkijken. Dat zou misschien wel eens goed zijn ook. Maar nee, ik heb deze toen gedraaid en uh, één keer gezien. Dit ben uh, jij ja, als, uh, als uh, toen nog Koningin Beatrix, uiteraard. En uh, Paul Groot als Gerdy Verbeetje. Ja. Met de Voorzitterspleet. Zo uh, begint <laughs> dit fragment. Wat heerlijk. Hoe, hoe gaat dat schrijven van zo'n. dat ligt toch ook gewoon kort. Nou, continu. dit is super deluxe geweest. Want dan belden ze me wil je met uh, Paul als Gerdy Verbeet Bea doen? Nou, dan hoef ik er echt helemaal niet na te denken. Dan zeg ik meteen ja. Ik heb met de tekst weinig te maken okay, gehad. Yeah. Dat was bij een thema-uitzending dat ik over vrouwen emancipatie en toen heb ik gezegd: nou dit vind ik echt zo'n rare scène geworden mag dit anders? Ja. maar dat is bij hen nooit aan de orde geweest, want zij schrijven gewoon puiken scènes daar heb ik niks aan toe te voegen. Ja ja koefnoen was. Dus dan hoefde ik het alleen wel. maar uit mijn hoofd te leren en lekker te gaan spelen met Paul. Ja. Dat was echt heerlijk. Koefnoen samen met Kopspijks... is natuurlijk ook wel een van de, van de grote. Dat, dat zijn de hoogtijdagen van het vaderlands cabaret. Ja dat is vooral de ja gewoon goede kwaliteit. En Bea is natuurlijk uh, ja is een van jouw groot een van de grootste ja. dingen die jij in je carrière ooit hebt gedaan of in ja. ieder geval voor het publiek ja. denk ik zeker ja ja het, het woord typetje mag het tuurlijk ja. nou ja typetje ja ik vind het prima het, het het was voor mij ook meestal dus in de context van een televisieprogramma namelijk kopspijkers dus ja. het was heel fijn gekaderd altijd ja. alleen ja, is mijn ding wel. Ik, ik wil eigenlijk niet, nooit meer de uh, Prinses Beatrix doen. Behalve als het inderdaad zo'n soort kader heeft, dan ja, wil ik het doen. Want anders is, het is, verder is het gewoon. Je bent er, je bent er overheen. Is, 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 is nou nee, nee, dat af. niet. Maar de, de kopspijkers bestaat niet meer. En Koefnoen ook niet. En, uh, ik, de tv-kantine bestaat. En dat is wat zij doen, is op een andere manier echt kwalitatief ontzettend goed. Mm -hmm. Maar het, het heeft niet de bijtende satire waar ik graag aan mee wilde doen. Daar nou, ja. word ik ook helemaal niet gevraagd door hun. Dus het is helemaal geen optie. En het is, het is eigenlijk een andere manier van typetjes. Maar ik vind het ook razend knap. En ik vind het ontzettend goed. En ik vind het ongelooflijk hoeveel Carlo Boswart kan. Hoeveel ja. hij kan nadoen. Ja, is echt, ja, ja, dat is ja, Elise knap. Schaap is ook zo iemand die is ontzettend goed allerlei. En het interessante aan haar vind ik dat zij zich op een soort snijvlak bevindt... tussen wat dan highbrow en lowbrow is. Ik heb bijvoorbeeld ooit Tineke Schouten gezien... Ja. Um, en die kwam op een soort bedrijfsfeest een, uh, optreden... en die deed toen heel lang de zus van Ruud Gullit na. <laughs> ik weet niet of Ruud Gullit een zus heeft... maar toen had hij nog wel dreadlocks. En zij had zo'n pet, volgens mij ook gekocht. <laughs> zonder dat ik denigerend over Tieneke Schouten wil doen. Maar toen, later werd me duidelijk van... dat is dus, zo kun je ook een typetje doen... Ja. En dan op een hele andere manier, namelijk ik zet een pet op, ik zeg dat ik de zus van Ruud Gullit ben en ik ga gewoon heel lang dat doen. Ja. En het duurde echt een kwartier of zo, nou, wat echt ontzettend lang is voor een type. Ja, een echt een, een heeft een, heeft echt een Ja, heeft een beperkte... Maar het boeide ook de mensen helemaal niet en haar ook helemaal niet. En er werd verschrikkelijk gelachen en dat was natuurlijk helemaal prima. Ja, dus dan is dat, eh, ook, zeggen, helemaal dat is ook, okay. ook, ook helemaal oké. Dat is ook een manier. Ja. Nou, ik okay. zal je een voorbeeld van mezelf geven waar, waarbij het niet goed ging en dat had ik zelf helemaal niet zien aankomen. Uh, Pauw en Witteman... Uh, bestonden nog en Beatrix werd 70, geloof mm -hmm. ik. Uh, wanneer ja. was dat? Dat is dan in no, 2008 of yeah, zo. Ja, so zoiets. En um, toen um, vroegen ze aan mij: wil jij een filmpje maken? En dan gaan we deze week, in aanloop naar haar verjaardag, elke avond doen we gewoon een paar minuten filmpje van Bea wordt 70. Ja. Yeah. En toen had ik Ben van der Meijden gevraagd, die kende ik inmiddels, uh, van Koef Noen. En die kon ook heel leuk met een lange lens. Dat vond ik altijd van die heerlijke filmpjes. Dat je echt alsof het een paparazzo-opname was. Dat je een bekend iemand zag lopen. Nou, ik weet niet, dan moet ik het helemaal weten. Maar Paul Grote dan Inge de Bruin. Die met die lange nagels, met die zwemnagels. Iemand anders aanviel in een pashokje. Ik weet niet meer wie, maar dat was met lange lens. Heel grappig, ja. zonder woorden. En eigenlijk wilde ik dat. Dus gewoon Bea, die dan in de paleis of in de woning zich voorbereidt. Dus die gaat O, oh, Dat waren die, die gemonteerde dingen op muziek. Ja, dat, ja, ja dat, zou, dat was mijn wens. Dus dat ze een gastenlijst had. Die niet, die wel, die niet, die wel, die... Nee, nooit meer, die wil ik nooit meer zien. En al mijn er eentje, want Klaus ja. was net overleden. Dus dat was ook heel treurig. En dan in de badjas dansen oefenen. Wijn proeven en weer uitspugen. Alleen naar bed uh, indrinken, alvast met vrienden de avond van tevoren. Nou, dat hadden we zo voor ons gezien. Toen realiseerde ik me dus, want er kwam heel veel kritiek op... Uh, meteen al na de eerste avond, dit kan niet, dit is majesteitsschennis Er kwamen allemaal e-mails toen nog, want er was gelukkig nog niet echt sociale media. Mensen vonden het absoluut niet kunnen dat ik de koningin belachelijk maakte. Terwijl ik dacht: hè, ik heb uh, maar, jarenlang heb Beatrix jaren... bij Kopspijkers gedaan. Maar en nu, toen nu, belde nu Jack me naar... op, want nu ga ja. ik weer de founding father van Kopspijkers. Ja, hey, die, uh, weer even hoog die belde me op en die zei: het ontbrak aan het kader. Het was niet gekaderd. Je zat naar een serieuze talkshow te kijken, opeens ging je naar een filmpje waarin het leek alsof je de koningin gewoon volslagen nee, belachelijk de, maakte. De context klopte helemaal niet. Nee, en daar had ik me nooit gerealiseerd en toen kreeg ik ook voor het eerst soort online haat, maar dan dus via de mail. Ook totaal van de pot gerukte commentaren als uh, je zou naast de skeletten in Auschwitz moeten gaan liggen dat ik dacht, hè, maar oh ja. waarom dan? Wat nu eigenlijk normaal is dat mensen dat soort dingen meteen maar blaffen als ze vinden dat je iets doet wat niet kan, maar dat was toen echt voor het eerst dat ik dat tot me door liet dringen van, oh, oh, dit kan niet. Want datzelfde fragment of diezelfde, diezelfde reeks fragmenten had in Coevorden misschien heel goed gepast. Ja. Maar uh, ook iets wat inhoudelijk van kwaliteit is kan in de verkeerde context totaal. Ja. En dan zeker als het natuurlijk gaat om mensen van die, ja, van waar mensen fan van zijn. Ja. Waarvan ze eigenlijk vinden dat je er niet aan mag komen, maar dat ja. viel bij kopspijkers net goed. Dat maakte het ook vaak goed. Omdat de koningin was iemand, daar mag je eigenlijk niet aankomen. Maar dit trekken we wel. Ja, en, precies. en juist die spanning maakte dat die zo leuk was om haar na te doen. Het, het was natuurlijk geen belachelijk maken. Ik vond, dat ik vond, het vond het met, ik altijd met enorm heel belangrijk. Ja, voor, voor ja, maar Beatrice. dat was ook wel, misschien wat we. Dat heb, zo heb ik ook die filmpjes gemaakt hoor trouwens. Maar uh, dat hield ik altijd heel goed in de gaten bij kopspijkers. Dus Het moet wel smaakvol blijven. Ja. En dit was altijd met, van mij uit, ook met een empathie naar de koningin. Want ja. ik dacht heel vaak: wat zal ze eenzaam zijn? Ja. Wat zal ze zich alleen voelen? Uh, dan, ging, dan ging ik in dat, in dat kostuum en er werd mijn haar gedaan. En dan zag ik mezelf veranderen. En dan stelde ik me dat voor. Dan dacht ik: oh, wat is ze alleen? Ik nam het serieus, ik wilde het zo goed mogelijk doen, maar het moest natuurlijk wel. Tuurlijk mag wel het koningshuis op de hak en tuurlijk moet zij zich uitlaten over wat er speelt. Ja. En dat kunnen wij haar laten zeggen. Ja. Dat doet ze zelf niet, maar wij kunnen het haar wel laten zeggen. En die spanning die eronder zat, dat maakt het volgens mij goed. En is het, heb, je, heb je ooit iets vanuit van, 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 van Koninklijke Kringen genomen? Ja, ja, ik heb haar één keer ook echt gesproken. Nou, toen uh, kwam ze naar me toe op een uh, opening van een tentoonstelling in het... Uh, Historisch museum in Amsterdam. En toen was ik daarvoor uitgenodigd. Het ging over Amsterdam en de band met het Koningshuis. Dat is best wel een gespannen situatie geweest, altijd. En Amsterdam was altijd rebels en anarchistisch. Uh, omdat ik daar aan mee had gewerkt aan die tentoonstelling, werd ik uitgenodigd. En de koningin zou er ook zijn. Ik was toen een paar maanden zwanger van mijn tweede kind. En of best wel zwanger, geloof ik. Ik had echt wel een buik. En toen mocht ik ook niet in dezelfde zaal zitten als de koningin. Dus ik werd naar een andere zaal gedelegeerd. Zoals dat gaat. Bij dat Zoals soort dat koninklijke... gaat. En toen zagen wij dus op een schermpje dat zij de tentoonstelling opende. En toen was er een, een borrel na afloop. Dus ik stond er heel netjes met mijn Range. En ik had de koningin al daarvoor had ik ooit aangesproken op de Albert Kuipmarkt. Want daar liep ze met een heel gevolg. En uh, toen heb ik geroepen. Dat was dus uh, twee jaar daarvoor of zo. Toen riep ik uh, koningin, koningin. Wat helemaal fout is volgens mij, want je moet zeggen excellentie of ja, zo. Majestal. Toen op de markt dacht ik nog: zij vindt het vast heel leuk om mij te zien. Ja. Zij weet ervan. Ja. Ja. Oh, wat zal ze dat leuk vinden dat ze mij nou eindelijk gaat ontmoeten haar grote imitatrice. Ja. Uh, dit is dus een flashback binnen het verhaal van de tentoonstelling. Ja, ja. En toen uh, liep ik naast haar en toen. Keek ze me aan en toen zag ik aan haar dat ze not amused was. Ze vond het waar? helemaal niet leuk. Ja. Ik ging in totale paniek meteen. Want ik dacht, ze gaat me omhelzen en dan. Oh, wat eindelijk, leuk dat oh, ik eindelijk je zie. Maar dat ja. Ja, eindelijk de grote zal alles Vries. Ja. En toen zei, ik, uh, maar, toen zei ik maar om de stilte op te vullen. Ja, uh, ik doe u altijd na bij kopspijkers. Nou, daar heb ik wel van gehoord, Zoiets zei ze toen. En ze wilde de het afronden. Hè? Het was de het afronden. Ja. En toen zei ik nog zoiets van: ja, ik heb nog even overwogen of ik zou gaan vandaag. Maar ik dacht ik laat het er toch maar zelf doen. <laughs> <laughs> en toen was ik weg en toen zag ik nog zo'n snijdende blik erachteraan. En toen, en dan ga ik voordat er weer gemeld en gebeld gaat worden door de fotograaf, Er is iemand die heeft daar foto's van gemaakt. En dat doet ze dus ontzettend knap Bea. Want die uh, lacht dan heel erg naar me op die foto's. En ik ben ook aan het lachen. En je ziet mijn man daarachter met zijn telefoontje zo ook foto's maken van de achterkant. Het ziet er dus een prachtig, heerlijk, gezellig onder onsje. Ziet, zo ziet het eruit. Ja. En toen stond opeens de hofdame van de koningin voor me op die borrel. En die zei, de koningin uh, wil je straks even spreken. Toen zei ik, oh. En toen keek ik naar Suzanne. En het was een heel <laughs> raar moment, want die haalde toen een satéprikker uit haar mond. Maar best wel een lange, als, als een soort googeltruc. Oké. Oh, okay. En toen keek ik naar de en zei ik, wat doe jij? En toen zei ze ja, die zat in mijn glas. En toen keek ik weer op en er stond de koningin voor me. Dus het was een soort drietrapsraket van hele rare okay. dingen. Dus die hofdame, die satéprikker die uit Suzanne der Mond en toen de koningin. En het jij dacht net... met, met, met de gedachte aan die eerste ontmoeting: dacht je, oh god. Ja, ik ze, was op mijn hoede. Ze, ze kom... ik was op hoede. Ja. Dus ik dacht, ik ga niks zeggen, ik laat haar gewoon komen. Toen uh, ging ze eerst een beetje babbelen. Nou, gaat het, dit en dat en zo. En de tentoonstelling leuk. En toen zei ze: weet, weet u wat ik zo gek vond aan dat moment op de markt? Um, dat de pers dat helemaal niet heeft opgepikt. En nu weer, zei ze. En toen keek ze om ons heen. En toen begreep ik, ah, zij ja. wil, zij komt nu naar me toe, want zij wil dat de pers dit oppikt. Juist. Zij wil, uh, natuurlijk, dat is allemaal berekend van, uh, oh, is Sanne Wallers de vriester? Nu ja. even goed fotomoment, zodat zij kan laten zien dat ze heus wel omgaat met de humor die erover gemaakt ja, wordt, weet precies. je wel? Ja, Het was voor haar ook een en moment. Ze zei, en nu weer. <laughs> Niemand die dit oppikt. Ze stond echt bijna te gillen van... laat iemand en dit oppikken. Weet je wel? Ja. En toen zei ze nog... hoe lang gaat u er nog mee door? En pas op de fiets begreep ja. ik... dat ze bedoelde met het imiteren van mij. Maar ik dacht maar dat ze dacht bedoelde... Dat ze met theatervoorstellingen dan? maken. Want ik had al heel <laughs> lang... Ik had heel lang al niet Beatrix nagedaan. En ik was zwanger. En ik was in de war. En ik was het warm. En mijn panty was afgezakt. En dat kon zij niet zien. Maar ik voelde hoe mijn dijen tegen elkaar plakten. En die stok die net uit de mond van Suzanne was gekomen. En ik dacht alleen maar: ik wil naar mijn moeder. Ja, dacht, en ik begrijp nou, de vraag nou, jouw niet. Hele, jouw hele zijn als. Ja, als hoe als lang als gaat mens u er nog mee door? Artiesten. Ja, met leven. Weet je wel, wat bedoelt ze? Ik begreep gewoon niet wat ze bedoelde. En toen dacht ik, ja, zei ik, nou, voorlopig even niet. En ik wees zo naar mijn buik. Maar ik denk dat ik, als het babytje er is, dat ik. nou, augustus. Dus volgend jaar ga ik wel weer een try-outen. En toen keek ze me aan. Nou, ze begreep mij. Toen was alleen maar geknetter in de lucht van misverstand, misverstand. Ja. En toen heeft ze zich teruggetrokken. Heeft ze zich vriendelijk lachend. En toen ben ik naar huis gegaan. En toen kwam ik thuis. Toen zei ik tegen een man: Oh, ze bedoelt natuurlijk met haar imiteren. En toen zei die: Schrijf er een brief. Heb ik nooit gedaan, maar hij had ik moeten doen. Hij zei: Schrijf er een brief. Nu, je snapt het nu. Schrijf ja. even een brief van. U bedoelt natuurlijk met u nadoen, weet je wel? Van nou, eigenlijk wilde ik zeggen: Ik wil dat nooit meer doen, want bij kopspijkers was het goed. En ik ben later wel eens mee op mijn snuffert gevallen. Dus eigenlijk wil ik dat niet meer. Tenzij het echt smaakvol en... Maar dat heb ik nooit gedaan. Dat zou ik alsnog kunnen doen. Bedankt, Sanne. Heel graag gedaan. dank voor, dit, uh, voor de tijd. Lekker tijd tijd voor. Ja, gesprek. we hebben echt. Dat da nou, ook en dat, echt... dat zie je toch eigenlijk ook nergens meer. Dat je nee, echt... dat is echt heerlijk. Even kunt zitten. Dank Lees je Lees de wel. de podcast. Graag gedaan, NPO Radio 2.